Zo, daar ben ik weer. Vandaag doen we een kleine unboxing van een nieuw speeltje. De Moto 360. Een wearable Android. Dit is voor mij weer iets nieuws. Ik zag hem, de Moto 360. Ik dacht van nou, deze wil ik wel proberen. Ik had al eerder de Samsung Gear gekeken en de Sony Smartwatch. Maar dat sprak me niet echt aan. En de Moto 360 die sprak mij wel aan. Qua vormgeving ziet het er netjes uit. En ja, het is gewoon totaal iets anders dan de Samsung Gear en de Sony Smartwatch. Hele andere vormgeving. Strak, mooi, glad. Het ziet er goed uit. Laten we snel beginnen met de unboxing. Nou, dit is dus de doos. Hij komt uit Best Buy. Van een mede-tweaker heb ik deze op de kop kunnen tikken. Het is een smartwatch met een Texas Instrument CPU erin. Ik zou niet weten op hoeveel giga hij draait. Of het wel een giga is. Dat weet ik niet. Wordt niet echt duidelijk vermeld ergens. Hij heeft wel 512 MB aan werkgeheugen. Hij heeft 4 giga aan ruimte. 320 mAh batterijtje zit erin. En hij schijnt 49 gram maar te zijn. Nou, de doos die gaat vrij makkelijk open. Dit is de binnenkant, de smartwatch. Die zie je gelijk. Laten we hem eens even aanmaken hier. Gaat nog niet, even wachten. Laten we even kijken wat er nog verder in de doos zit. Nou, dit is de Moto 360 dus. Het ziet er netjes uit met de zwarte leren band. Zoals jullie kunnen zien. Geheel zwart. Black on black. Dat is wel mooi. Laten we die even opzij leggen. Laten we even kijken wat er nog meer in de doos zit. Karton. Nou, jullie kunnen zien. Er zit niet zoveel in. De QI of Qi lader zit erin. Hier kan je hem opleggen. En dan heb je een mooie bureau laadstation. Een micro USB connector zit erop. Motorola branding zit er nog op. Dus die zit erin. Er zitten wat boekjes bij. Die we natuurlijk altijd lezen. Twee stuks. Safe Smart Protect. Gaan we zeker doen. Dit toestel komt dus uit Amerika. Gekocht bij Best Buy. Hup, die doen we weg. En er zit dan nog één dingetje hier. Oh ja, de USB adapter met een Amerikaanse stekker. Hebben we niet zoveel aan, want die gebruiken we hier niet. Nou, mooi. Doen we deze weer hup, in de doos. En dan kan dat even opzij. Prachtig. Laten we eens even kijken naar de Moto 360 dan. Nou, hij ziet er dus, zoals jullie zien, netjes uit. Hij is IP67, waterproof of waterresist, hoe je het wil noemen. Ik zou hem niet onder water dompelen. Schijnt niet zo fijn te wezen, maar hij zou eventueel een paar spatjes kunnen hebben. Gaan we even kijken of we hem aan kunnen krijgen. Even kijken. Gaat hij nog wat doen? Ja, ik voel wat. Ah, daar komt het Moto logootje. Er zit een protectortje op. Die halen we dus even eraf. Hartstikke mooi. Nou, hij glimt wel heel mooi. Zoals jullie zien. Display is aardig scherp. Ik moet eerlijk zeggen, het is vrij helder. De kleurtjes zien er ook netjes uit. En ja, dit apparaat heeft een gyro van met 9 assen. Klinkt heel speciaal. Een snelheidsmeter zit erop, een kompas zit erin, een pedometer om de voetstappen te tellen. En een optical hartmetertje. Nou. Fantastisch, dat ga ik dus elke dag gebruiken. Wat ik al zei, stof- en waterresistant. En hij heeft 2 microfoons. Waar die zitten, zou ik even kijken. Ja, hier zit er eentje. Hier zo, dit gaatje hier al. En waar zal er nog eentje zitten? Voor de rest kan ik er niet zo 1, 2, 3 zien. Misschien dat dit iets is. Er zit nog een labeltje op. Die halen we dan maar ook even eraf. Hoppakee. Kunnen jullie ook een beetje beter zien.
Een leren bandje heeft dit Moto 360 toestelletje. Engelse taal, zoals jullie zien. En er zit nog Spaans, nog meer Spaans, nog meer Spaans. Frans voor de fanatiekelingen, Portugees, Italiaans, Russisch, Koreaans en Japans. En ik geloof Duits, ja. Nou, dus wij kiezen dus gewoon Engels. Want Nederland zit er niet bij. Even kijken, wat staat er op het bandje? Er staat Horween Leather. Wat dat is, weet ik niet. Maar het voelt wel lekker zacht aan. Dus dat is, voelt heel prettig aan. Hij is echt niet zwaar. Lekker licht toestel. Even kijken, wat is dit? Nou ja, zoals jullie hebben gezien, ik haal hem net uit de verpakking. En wat mij wel opviel is dat hij dus met twee tikjes aangaat. En ja, voor de rest wordt er nog hier wat beschreven. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Stainless steel back. Moto 360. Water resistant. Wat staat er nog meer op? Ja, zal ik hem even omdraaien? Dat is wel makkelijker. Heart rate sensor. Wireless charging. En pedometer, nou ja, dus alles wat ik net opgenoemd heb staat ook op de achterkant. Heel prettig. Even kijken. Hoe komen we verder met dit ding? Ik denk dat ik nog iets moet installeren. Nou, dit was dus mijn unboxing. Ik ga dit Moto 360 toestelletje Android Wear even uitproberen. Kijken hoe het werkt. En kijken of het nou echt mijn leven kan verbeteren. Nou ja, ik spreek jullie weer, of jullie zien mij weer, mijn handen in ieder geval, een volgende keer bij een uitgebreide review van de Moto 360. Tot de volgende keer.